De kruispunten op de Boerendijk in Woerden gaan worden aangepast. Er komen nieuwe verkeerslichteninstallaties. Dat heeft de gemeenteraad van Woerden besloten. In het aangenomen raadsvoorstel is ook de aanleg van een tweerichtingsfietspad langs de Boerendijk en Jozef Israëllaan opgenomen. Zo'n fietspad komt ook langs de Hoge Rijndijk. De aanpassingen moeten de wegen veiliger maken. De hoeveelheid verkeer die erover rijdt zal er niet door worden beïnvloed. Dat gebeurt pas bij aanleg van de westelijke randweg, verwacht een aantal partijen. Henry van Assem van Inwonersbelangen bracht een folder van CDA, Lijst van de Does en zijn eigen partij uit 2015 in herinnering, waarin werd gepleit voor de aanleg van die weg. Wat wil de oppositie toen? Een toekomstgerichte verkeerssituatie in Woerden-West, waarbij de economie van Woerden, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid centraal staan. Dat betekent niet miljoenen pompen in de Kwakelbrugroute, maar dat geld investeren in een rietveldbrug met aansluiting op de westelijke randweg. De Gildenbrug beschouwt de oppositie als een niet realistische plan. Nou, vandaag de dag ziet het er iets anders uit. Er is een nieuwe coalitie gesmeed. Maar wat lost dat op dit moment op? We zien dat de mogelijkheden van die investering op de Boerendijk en de oplossingen die daar nu gekozen worden, wel een stukje verkeersveiligheid zal brengen. Daar zijn wij wel van overtuigd. Maar het lost niets op aan de congestie die we daar op dat punt hebben. En dat kan alleen maar opgelost worden als je het verkeer, het zware verkeer, de minimaal 150 vrachtauto's die daar in de spits overheen gaan, om die eruit te trekken. Dat kan alleen maar met een westelijke randweg en de Rietveldbrug en niet de Gildenbrug. Want u heeft zelf aangegeven, mevrouw van Leeuwen, ja, de heer van der Does is stil, maar ook de heer van Meijer is stil achter me, aangegeven toen met elkaar van jongens, die Gildenbrug lost helemaal niets op. Volgens wethouder Arjan Noordhoek staat de aanpak op de Boerendijk en Hoge Rijndijk niet alleen. Ook een brug en op termijn aanleg van de randweg zijn van belang. Het is een NN, dat heb ik net ook benadrukt. De verkeersintensiteit in Woerden en omgeving die neemt enorm toe. En naar 2030 een zeer sterke stijging. De laatste jaren hebben we ook een stijging gezien van 12%. Dus we moeten gewoon in Woerden-West maatregelen nemen om het veilig te houden, ook voor de fietser, om goede doorstroming voor elkaar te krijgen. En we moeten gewoon werken aan een brug. Kijk, en die brug, dat is een aansluiting. Maar daarnaast moeten we ook kijken naar het regionale verkeer. Dus we kijken in deze periode ook lokaal, maar ook regionaal, om het verkeer buiten de stad te houden. Er klonken wat vragen, zeker wat waarschuwingen van, en als je dat dan gaat doen, die Kwakelbrug opknappen, de Boerendijk oppakken, de kruisingen veranderen, dan heb je nog wel een probleem op te lossen met het verkeer wat Woerden aan die kant in wil. Hoe gaat u dat oplossen dan? Dat realiseren we ons. Er zal zeker een periode zijn dat het even pijn doet. Maar we proberen nu te kijken in welke periode gaan we doen. Hoe kunnen we toch het verkeer dan door Woerden krijgen dat het minder opstoppingen geeft. Maar er zal zeker even een periode zijn dat het overlast geeft. Maar hebben de bezwaarmakers, zeker de oppositie, dan niet een punt als ze zeggen, draai het nou gewoon om? Doe nou eerst die brug over de Rijn, zodat je het verkeer om kan leiden. En ga dan die Boerendijk en de Rijndijk aanpakken? Nee, ik denk het niet. Kijk, we zitten nu in de procedure van de brug ook. Die is gestart in deze coalitieperiode. In het voorjaar willen we daar een besluit over nemen. En we zien gewoon in het land, de procedure duurt gewoon 3,5 à 4 jaar. Dus als we daarop moeten wachten, dan betekent dat deze maatregelen pas over 5 à 6 jaar uitgevoerd kunnen worden. En dat vinden we echt te lang. De plannen voor aanleg van de fietspaden en verbetering van de kruisingen gaan nu eerst met de bewoners worden besproken. Naar verwachting starten de werkzaamheden in de loop van volgend jaar.